Wij staan hier voor landgoed De Eikenhorst. En naast mij staat Frans van Keulen. Frans van Keulen van de Stichting Landschap, Natuur, Milieu in Haren, juist. En Frans, je kunt een heleboel vertellen over de natuur hier. Ja, over het landgoed. Er is heel veel over te vertellen, maar ik denk toch dat we beter kunnen gaan kijken. Dat we dan veel meer zullen zien. Want de natuur spreekt voor zichzelf. Spreekt voor zich. Dat doe ik. Je zei net dat dit interessante paddenstoelen zijn. Hoezo? Kun je er iets over vertellen? Ja, dit is een honingzwam. En de honingzwam, als die dus eigenlijk op levend hout komt, dan is de boom te dood opgeschreven. Ja? Ja, dan is het echt het einde van de boom in zicht. En op al die stoppen hier, zul je ze bijna overal vinden, sorteren dus echt het hout. Ja, ja. Jij zei net dat je aan de onderkant van die paddenstoel iets interessants kunt zien, hè? Ja, daar zitten dus plaatjes onder aan de zwam. En je ziet ook dat de zwam, als hij dus wat jonger is, een rokje heeft. Een rokje, dat is de overblijfsel van het omhulsel. Kijk, kun je nou stukjes zien? Ja. Het is echt... Maar die honingzwammen noem je ze? Honingzwam, zo heet ja, ze. Ja. Die zijn echt dodelijk voor levende bomen. Voor levende bomen, ja. Die hebben ook een zwarte... Hoe komt dat ze dodelijk zijn? Hebben die schadelijke stoffen in zich? Of teren die de hele boom uit? Of hoe gaat dat? Dat zou ik niet weten. Deze vraag. Maar dat is een mooie kring. Ja, die daar in de kring omheen staan, dat is dus het zwavelstofje. En die kring die zal dus elk jaar iets groter worden, uitbreiden. En dat noemen ze dus de heksenkring. Dus een heksenkring? Ja. Dit is een hele bijzondere paddenstoel, hè? Ja, dit is de kopergroene spijkerzwam. Maar hij is nog niet helemaal uitgegroeid. Het vliesje zit er nog onder, we kunnen hem nog niet helemaal goed bekijken. Ja, ja. Maar hij wordt dus nog groter. Maar deze kom je niet zo vaak tegen? Nee, ik heb hem nog niet tegengekomen. Varens, met het bramen, degene die riet krijgt. Kunnen we zien, als ze van onderen mooi, helemaal mooi wit zijn, dan hebben we met een elfenbankje te maken. Ja, kijk, prachtig. En wat zou er nog meer kunnen zijn? Hè? Anders zou het een grijze buisjeszwam kunnen zijn. Een grijze buisjeszwam? Ja. Als de onderkant grijs is? Ja. Dat is mooi.
geurtje, door een mooie geurtje. Frans, dit is echt het oud stukje van de Essenstroom, hè? Ja, die meanderde vroeger hier, meanderen dus met kronkels mooi door het landschap. Daar hebben ze achter nu dat nieuwe kanaal eigenlijk gegraven, want het is niet meer een kanaal. De wilde kamelen. Daarachter heb ik groepje echte, de echte vliegenzwam. ...1750 in Nederland vanuit Amerika ingevoerd. Maar ja, we hebben vergeten om zijn insecten en zijn vijanden mee in te voeren. Ja, zie je hier het resultaat op de grond, overal. De eikels worden niet gevreten door de beesten hier. Hoe komt het dat ze die eikels niet gevreten worden? Nou, blijkbaar er zit een hele scherpe punt op. En, ik denk dat ze daardoor toch niet voor de beesten smaken te verwerken. Hoe kun je dat verschil zien tussen de Amerikaanse en de Nederlandse eik? Nou, de Amerikaanse eik heeft een gekleurd blad. Het blad is ook groter. De eikels zijn dik en kort. En de Nederlandse eik hebben we iets langere eikels. Die lichter van kleur is. En de punt ontbreekt. Kijk, dan denk je meteen aan de witte bultzwam. Maar we zullen er eigenlijk onder moeten kijken om te kunnen zien wat het eigenlijk is. Maar het is wel... En maar echt net een doolhof. Allemaal de lamelletjes lopen. Dus ik zou denken de doolhofzwam. Die boom is vast gezagen. Die honingzwam heeft al in die boom gezeten. Dus die boom was aangetast. Hebben ze hem omgezagen. En ja, het is nu ver vergaan. Ik denk door dat er de nacht vast overheen gegaan is. Dus het landhuis zelf hier op het landgoed. Dus ik denk dat er een bedrijf in of iets in gevestigd is dat het verhuurd is. En dan zie je hier zo de vijvers hier op het landgoed. Het is een Engelse landschapstijl. Die vijvers zijn aangelegd als een beekje eigenlijk. Dus dit zijn geen beek, dit zijn gegraven vijvers.
maar in de vorm van een beek zijn die in Engelse stijl aangelegd. Ja, dan krijgen we hier deze beukenboom. Dat ziet er eigenlijk niet vlottig zand uit. Ik denk dat die in de loop der tijd aan het afsterven is. Er zit alweer dooi hout in, de takken. Niet heel gezond meer. Het is toch ook een boom van 130 jaar oud. Jammer. Ja, wel jammer. Ja, met het haarmos. Het ziet eruit als een sterretje, dus in de volksmond heette het wel sterretjesmos. Het is dus het haarmos, officiële naam. Mooi stuk hier. Dus een van onze stuifzwammen. De aardappelbevist. Ze rijpt zijn klappen ze open en dan worden de sporen verstoven. Dit is dus een redelijk zeldzame boom, of zeldzaam, een vreemde boom. De tulpenboom. En de heksen vertellen dat tegen kinderen. Die hebben hier van alle blaadjes de topjes afgeknipt. Dus je kunt het hier zien. Alle blaadjes zijn de topjes afgeknipt. Dus we zullen maar zeggen dat het een heksenboom is. Zo, en dan heb je